Hallo kijkers, welkom bij het weekoverzicht van Omroep Walraven. Deze week hebben wij de volgende onderwerpen voor u. We beginnen nu met onze eerste uitzending. Welkom allemaal bij ons Ravennafeest. Wij staan hier in Videreo bij Ravenstein. Ik ben Lieske de Derde. En samen met de Ravenna's gaan wij vanavond Lieske de Vierde onthullen. De Ravenna's bestaan sinds 3 jaar. En wij zijn de enige vrouwenraad in deze regio. Je ziet toch dat veel raden uit veel mannen bestaan. En dat er dus heel veel mannenfeestjes zijn. En het is toch altijd leuk als er ook veel vrouwen op een feestje komen. Je ziet ook vanavond, er komen maar liefst 11 raden komen ons bezoeken uit de hele regio. Ja, dit is nu de derde keer dat we dit feest organiseren. De eerste keer zijn de Ravenna's onthuld tijdens het Keischeidersbal. Dus tijdens het festijn waarbij Reinoud altijd weer bekend wordt gemaakt. En Lieske de tweede, de derde en de vierde worden dus op dit feest onthuld. En eigenlijk is het elk jaar een stapje mooier geworden. Ook nu, de versiering is echt fantastisch. Overal roze paarse lampjes. Het thema van de onthulling is de middeleeuwen. Ja, dus dat zie je ook overal terugkomen. We hebben een mooie DJ-booth die we vorig jaar nog niet hadden. Dus je ziet het elk jaar echt omhoog gaan. En de onthulling zelf belooft ook heel spectaculair te worden. Ook spectaculairder dan andere jaren. Ja, wij vieren dus carnaval in Pompenstad. En wij doen eigenlijk bijna alles hetzelfde als de stadsraad ook. Dus wij zijn overal bij betrokken. De kroegentocht, de optocht, Snert op de Mert. Op dinsdag is er altijd de Bonte Bruiloft in de tent bij Videreo. En daar zijn we allemaal bij aanwezig. We zijn ook de afgelopen 5 weken, bij alle onthullingen hier in de buurt geweest. Dus bij Herpen, Overlangel, Demen en bij de Narrekap. Ja, ze weten nu wel dat wij bestaan. Wij zijn hier op het Ravennafeest, de Narrekap met prinses Henriette en adjudante Diane, die is weg. Die zit in het hoekje. We gaan kijken wie de nieuwe Lieske Vier gaat worden, we zijn erg benieuwd. Nee, het maakt niks uit als je me schik hebt. Ik ben Reinoud 24, Robert de Groot in het dagelijks leven. En wij gaan vanavond naar de Ravenna's toe, want in de eerste plaats gaat Lieske 3 aftreden. En wij zijn zeer nieuwsgierig wie vanavond Lieske 4 wordt. We hebben ook begrepen dat het ontzettend druk wordt vanavond, want er komen heel veel raden uit de omgeving hier naartoe. Ook van ver weg, van Boekel heb ik al gehoord. En meer dan 40 man, touringcar, dus het wordt een dolle boel. Er was eens een meisje. Zij werd geboren in het jaar 1378 in een befaamd hoogadelijk geslacht. Haar naam was Elisabeth van Kleef. Op 15-jarige leeftijd trad zij in het huwelijk met Reinoud van Valkenburg. Als bruidschat gaf Reinoud aan de vader van Elisabeth, de hertog Adolf van Kleef, de heerlijkheid Ravenstein. Op deze manier valt het stadje ruim 300 jaar
in handen van het geslacht van de familie van Kleef. Elisabeth en Reinoud hadden hun intrek genomen in het mooie kasteel en leefden enkele jaren een gelukkig leven. Helaas bleef hun huwelijk kinderloos, tot groot verdriet van Elisabeth. Totdat op een herfstachtige dag, waar Elisabeth in de tuinen alle gevallen bladeren bewonderde, zijn enorme boom nog in bloei zag staan. Toen ze dichterbij kwam, zag ze een kistje, sierlijk versierd. Hierin vond zij een scepter. Haar diepste wens, gecombineerd met één traan, gaf de scepter magische krachten. En met behulp van de zandtovenaar die haar in 2017 haar eerste dochter gaf. Heden dagen is deze magische scepter nog steeds in gebruik en is het de taak van elke Lieske na haar regeerperiode deze terug te bezorgen aan de oorspronkelijke vinder in de heerlijkheid Ravenstein. Naar elkaar stuurt, gaat dit jaar niet door. De organisatie krijgt de veiligheidsmaatregelen niet rond. In februari ging er bij een brand al hun materiaal verloren. Bij Ravenstein bij Kaarslicht worden alle straatlantaarns in het vestingstadje gedoofd. Er branden alleen maar kaarsen. Het evenement trekt ieder jaar duizenden bezoekers. En dit jaar zou het voor de 25e keer zijn. In Ravenstein, daar is verslaggever Albert Bos. Albert, het is een fenomeen Ravenstein bij Kaarslicht, dus de teleurstelling daar bij jou moet enorm zijn. Zeker Tom, en dat heeft natuurlijk inderdaad te maken met het feit dat het een jubileumeditie is. Dit keer zou het eigenlijk voor de 25e keer plaatsvinden, dat gaat niet door. En dat is eigenlijk best wel een domper. Maar het grappige is eigenlijk, toen wij hier vanmiddag aankwamen, dat heel veel mensen het nog helemaal niet wisten. Ja, meneer heeft de kaars net aangestoken, maar het gaat niet door dit jaar. Nee, helaas. We hebben het bericht heeft ons bereikt. En, ja, treurig. Jammer. Dat vind ik. Niet op zijn plaats. Nee, raad me deel met uw hand. Waarom niet? Vanwege de veiligheid, zeggen ze. Ja, wat is het? Er is nog nooit iets gebeurd. Ik vind het onzin. Oh, jammer. Ja, vind ik jammer. Waarom doet het, waarom vind je het jammer? Nou, dat het al zo lang is en dat het bij Ravenstein hoort. Ja. Mensen, doe ik nou definitief gevallen voor Ravenstein bij Kaarslicht? Nou, voor dit jaar wel. Kijk, het hele probleem met Ravenstein bij Kaarslicht was eigenlijk voor deze editie dat er te weinig vrijwilligers waren. Maar zelfs als iedereen zich nu en masse aanmeldt, kan het niet doorgaan, zegt de organisatie. Als hier nou een bus voor komt rijden met 80 of 100 man, dan nog moeten die mensen allemaal heel goed geïnstrueerd worden rondom de veiligheidsaspecten en allerlei andere dingen. En ja, daar hebben we gewoon nou ook de ruimte en de tijd niet meer voor. Dus, dat is niet haalbaar. Nee, dat is niet haalbaar. Ja, we hebben nog wel een lichtpuntje wat dat betreft, want ze gaan wel kijken of er volgend jaar een doorstart gemaakt kan worden. Maar hoe clichématig ook, dit jaar gaan de kaarsjes in Ravenstein uit. We zijn met velen. Jullie gaan lopen. Kijk om u heen. Het is voldoende. Het is tijd voor een nieuw begin. Burn down. Een deur sluit, gaat onverwacht ergens anders een lichtje branden. En als we rondkijken, herkennen we het. De straten van Ravenstein. De kerstboom op het plein. Die zanggroep
onder een lantaarnpaal. Zij voegen zich bij de Ravensteiners en Herpenaren in onze straten en ze zien de verlichte ramen. Er wordt gezongen in alle toonaarden en in alle talen. Alles is klaar voor het kerstfeest anno 2001. Met zo's lopen, eruit lopen. Ja, iemand heeft een plan. Ja? Oké, dat is de overgang. En lopen. Kijk naar elkaar. Karen, je kijkt niet naar die mannen. Ja, ik heb gezien. Nee? Het is toneel, hè, Karen? Ja, goed zo. Geen kritiek, het is een aanwijzing. Draai maar rustig om, Jonita. Je hoeft niet achterwaarts te lopen. Luister, het beeld wat ik wil hebben hier, is dat wij... We hebben net gezongen, het is allemaal een droom. We hadden het wel gewild, maar het gaat niet door. Ja? Dan komen er mensen bij. Die mensen die hebben een plan. Oké, we hebben een plan, mensen. Snap je wat ik bedoel? En dan kan ik best met mijn rug naar die mensen die een plan hebben lopen. In plaats van... Staan. Licht gaat aan op jullie. Jullie hebben een kaars vast. En jullie staan recht naar de zaal. En je hebt een kaars in de hand. Kaars in de hand. Politie fluitje. Iedereen kijkt op. Dit is de ANP Nieuwsdienst. Files en onveilige situaties in en rondom het evenement Ravenstein bij Kaarslicht betekenen dit jaar bijna het einde van het decemberfeest dat in 1990 startte. Gelukkig is de organisatie erin geslaagd om in de regio voldoende vrijwilligers te vinden die tienduizenden bezoekers kunnen begeleiden door de straten van het mooi verlichte stadje Ravenstein. Om alle risico uit te bannen heeft de organisatie anti-kerstmilities ingezet om de orde te bewaken en ook de hulpdiensten staan paraat. Maar dan moeten jullie dus staan. Snappen jullie? Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. I can still do this, see what's behind. There's no way to prove it, so maybe I'm blind. But I'm only foolish after all. But after all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror and what do you see? Text the eye. In what you believe. Als je tekst in te draaien. In het land, behalve in Ravenstein, daar gloeide het vuur op. De brand brak om 5:00 in de ochtend uit aan de Schaaf Dries. De loods, waar alle spullen van het lichtfestijn Ravenstein bij Kaarslicht lagen opgeslagen, gingen vlammen op. De brandweer was snel ter plaatse en 3:00 later werd de brand geblust. Wat nu? Alles wat er 24 jaar opgebouwd is, ligt in puin. Living things are
succes, jongens. Jullie kennen die tekst heus wel. Auto lopen. Kunnen ze zij al mooi aansluiten op jullie. En op het moment dat de sopranen gaan lopen, kunnen zij aan die kant aansluiten. Dus jullie moeten bij je eigen zang net iets naar voren komen op die prakken. Dat jullie in een goede opstelling op die prakken staan. Iets die kant uit staat. Nee, wacht even. Man, een beetje pompop blijven, hè? Jullie gaan nog dadelijk lopen, hè? Altijd gaan zingen. Hou contact met je publiek. Moet dadelijk even kijken. Vanmiddag organiseert de Stichting Cultuur Ravenstein ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan een kunstcarousel. Wij nemen een kijkje en we nemen u mee. Heidi, allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent voorzitter, dus je mag van mij de felicitaties in de hand nemen. Ja. 35 jaar bestaan, jullie vieren dat vanmiddag op een bijzondere manier. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Ik kan wel zeggen dat we als Stichting Cultuur hebben geprobeerd om vanmiddag alles uit de kast te halen. We zijn om 1 uur begonnen in samenwerking met de bibliotheek met een rap workshop voor basisschoolleeftijd. En vanmiddag, vanuit hier, zijn we gestart met de 3 verschillende groepen die onder begeleiding van leden van de heemkundekring, de gidsen van de heemkundekring, naar 3 verschillende locaties gaan. We hebben de smederij, we hebben de molen en we hebben de pastorie. En in iedere locatie is een optreden. In de smederij is theater met Erik Karel de Vries en Mark van de Veerdonk. In de molen hebben we een programma met Franse chansons. Die worden uitgevoerd door het trio Ensemble. En dat zijn ook 3 mensen uit Os. Want dat vonden wij ook belangrijk. Dat we net als in de smederij, Erik Karel de Vries, Mark van de Veerdonk, plaatselijke
BN'ers, lokale artiesten, muzici, die hebben we aangezocht om dit programma voor ons te vullen. En in de pastorie hebben we dan het jonge talent, want dat willen we ook graag promoten en een podium geven. Iris van Nuland, die inmiddels al sowieso in de gemeente Os, maar ook verder buiten volgens mij al behoorlijk bekend is, die samen met twee studiegenoten uit Den Haag ook een mooi programma verzorgen. Ja. En dan niet te vergeten, jullie hebben hier ook nog een prachtige expositie. Ja, want we hebben binnen onze eigen gelederen hebben we ook mensen die professioneel op muziekgebied of op kunstgebied werkzaam zijn. En we vonden het een leuk idee om hier een expositie te hebben. Dat is niet alleen om die reden, maar ook omdat we onszelf een cadeautje kunnen geven, omdat we 35 jaar bestaan. En dat wil zeggen, je ziet wel de lijnen lopen, maar de bedoeling is dat daar straks lampen aan komen te hangen. Dus we hebben een heel nieuw verlichtingssysteem om de exposities die we hier organiseren, om die nog beter voor het voetlicht te brengen. Ja, want het gaat goed met de Stichting Cultuur? Ja, we kunnen natuurlijk altijd nog veel meer publiek. We proberen natuurlijk steeds meer publiek te bereiken. En daar helpen dit soort interviews en dagen natuurlijk ook bij. Dus je probeert jezelf wel continu op de kaart te zetten. We hebben ook een steeds wisselende leden. We hebben nu weer iemand die de PR nieuw gaat oppakken. En die veel beter is met social media bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je moet met je tape meegaan en we merken dat wij daar echt nog in tekort schoten. En we hopen dat dat ons nog veel meer bekendheid gaat opleveren. Ja. Wat zijn de volgende activiteiten die jullie gaan organiseren? We hebben onszelf heel erg kritisch tegen het licht gehouden. En dat betekent dat we het volgende jaar wel de dingen doen die we altijd doen. Namelijk concerten, exposities. Maar we willen onszelf ook een beetje de ruimte geven om in te spelen op de actualiteit. Dat betekent dat we bijvoorbeeld in juni een concert hebben gepland, Carte Blanche. En dat wil zeggen dat we daar eigenlijk jong talent een podium willen bieden. Dus wat dat wordt, dat weten we nog niet. Maar we weten één ding zeker, dat het jong talent wordt. En dat het gewoon een heel leuk concert gaat worden. Wat ook iets nieuws is volgend jaar, is dat we het OCFO Plus programma voor de basisschool Ravelijn gaan invullen. En daarin is ons gevraagd om ons netwerk aan te spreken bepaalde workshops te verzorgen voor de leerlingen, de diverse groepen. Dat betekent dat we Rob Pluim hebben gevraagd om een workshop fotograferen met je smartphone te geven aan bepaalde groepen. Wat hebben we nog meer? Ik moet even diep nadenken. We hebben Beat It, waar OBK, Harmonie OBK mee samenwerkt voor de slagwerk, hebben we aangezocht om een workshop te verzorgen. Ze gaan ook nog op pad naar een atelier van een plaatselijke kunstenaar in de buurt. Want waar we achter zijn gekomen is dat als wij het makkelijk maken voor de basisschool, de kunst en cultuur echt voor het oprapen ligt eigenlijk. En wij organiseerden natuurlijk op vrijdagmiddag al de inloop voor de scholen om kennis te maken met de kunstenaar en zijn werk. En toen dachten we, nou ja, als die vrijdagmiddag zo handig is, waarom zoeken we dan niet meerdere mogelijkheden? En zo is dat gekomen. En we hopen dat er eigenlijk meer basisscholen zijn die daarop willen aanhaken. Ja. Nou, als het zover is, komen wij ook graag kijken. Want jullie zoeken toch meer de samenwerking op. We zoeken steeds meer de samenwerking. Zo hebben we het afgelopen jaar ook al concerten met KBO samen kunnen organiseren. Dat geeft dan net even iets meer armslag. Ja. En wij hopen daarmee ook natuurlijk veel meer mensen te bereiken. Dat is natuurlijk het doel. Nou, ik wens je heel veel plezier vanmiddag. Heel veel succes. En ook vooral voor de komende 35 jaar, denk ik, hè? Ik weet niet of ik dat zelf mee ga maken, maar in ieder geval voor de komende 5 jaar gaan we er weer flink tegenaan. En dank voor dit interview en altijd van harte welkom. Dankjewel.
lui! Oh, doet u mij maar vier hoefijzers. Komt u nou net uit mijn toilet? Ja, de ingang was volledig geblokkeerd. Allemaal mensen, jubileum, evenement. Nou, maar daar gaat het niet om. Doet u mij maar aan de reclame. Doet u mij maar even twee hoefijzers voor de prijs van één. Juist, dan gaan we met de toon. Wacht even. U wilt dus vier hoefijzers voor de prijs van twee. Correct. Ja, dat is leuk verzonnen, maar dat gaan wij niet doen, hè? Niet. Nee, dat gaan we niet doen. U kunt er maar eentje gratis krijgen. Nou, weet u wat? Ik heb niet zoveel tijd meer. Ik had het idee dat het eerder was begonnen, maar... dan doet u nou maar twee hoefijzers. Twee. En dan kom ik morgen terug voor die andere twee. Uitstekend, dat is prima. Ja. Goed. Dat is nogal een ding. Het paard. Paard? Het paard. Het paard. Het paard, ja. Ik hoor het u zeggen. Het paard. Ja. Ja, ja. Het is een paard, hè? Ja, een paard, ik ken het werk. Het paard. Het paard, ja, ja. Waar is het paard? Het paard. Ja. Ja, ja, of, ja. Of wou u de... of wou u het hoefijzer boven de deur hangen? Kostelijk! Nee, kostelijk! Nee! Ja, slapen! Nee, ze zijn voor over mijn linker schouder te werpen. Ja, oké. Goed, dan ga ik maar weer eens aan het werk, want het is... Gemmetje. Ja. Laat u die hoefijzers nou maar zitten. Weet u wat? Ik kom hier eigenlijk voor een... Voor een zwaard. Een zwaard. Zwaard. Een zwaard. Een zwaard. Is er oorlog? Nou, niet dat ik weet. Maar... Oh. Nee, ik moet binnenkort iemand overhoop steken. Dus leek me een zwaard wel handig. Ja, u heeft ruzie. Zeker. Dat is een beetje jammer, maar helaas. Wij doen geen wapentuig, want wij zijn pacifist. Ja. U bedoelt, u kunt het niet. Dat bedoel ik. Ik kan alles maken. Ik ben meester Smit. Daar hangt het bordje. Rijksdiploma. Ik kan alles maken. Geen probleem. Ja. Zo'n frotje kan ik ook over de deur hangen. Nee, bewijs je nou maar eens even dat u een scherp zwaard kunt smeden. Nee. Nee, u kunt het niet. Ik kan het wel, maar ik doe het niet. U kunt het niet. Ik kan het wel. U kunt het niet. Ik kan het wel. U kunt het niet. Ik kan het wel. U kunt het niet. Goed, ik zal voor u een zwaard smeden, maar... Verklapt u het niet aan mijn vrouw, want zij is pacifist en als ze erachter komt, dan slaat ze mijn kop eraf. Zou je een zwaard kunnen zeggen? Zeg, u bent getrouwd? Ja, hij komt net terug van huwelijksreis, ja. Ja, huwelijks. Portugal, Venetië, Paris, La Bouche en France. Schaik. Schaik, ja. Schijk. Ja, een weekje bij de moeder. Marianne heeft toch al snel last van heimwee. Ah, Marianne, ja. Weer mijn Marianne kennen. Oh, u kent Marianne. Kennen. Lagere schoolwerk. Ik zat achterin, zij voorin. We kwamen elkaar nauwelijks tegen. U komt ook met Schijk? Ja, ze viel me er gelijk op. Hè, die... Ja, die dikke vlechten die als kabeltouw over de brede schouders vielen en dat parelwitte... Ja, dat paardengebit, ja, dat heeft ze nog steeds, ja. Schitterend! Die pestkoppen, die hinnikt altijd als ze voorbij liep met die veel te zware boekentas. Lezen doet ze ook nog steeds, ondanks min 14 aan beide ogen. Maar dat liet ik niet gebeuren. Liet ik niet gebeuren. Als ze naar Marianne kwamen, dan kwamen ze aan mij. Maar u bent een beetje verliefd op Marianne geweest, ja. Verliefd? Ja. Geobsedeerd. Iedere avond zat ik beneden aan het balkon serenades te zingen. Oh, tot ik die overvolle pispot op mijn kop gegooid kreeg door de vader. Ah, door de vader? Ja, die paardenlul is godzijdank overleden. En later lag ik dan in de bosjes te kijken, te gluren. Als ze ging zwemmen in de vijvers van Herperduin. Oh, wat had ze een goddelijk lichaam. Marianne heeft van alles genoeg en meer. Oh, ja. Soms dan sprong ik tevoorschijn en dan smeekte ik of ik de badpak mocht uitwringen. En dan zei ze, nee, lelijke trol. En dan sloeg ze met een badpak om mijn oren. Ze zei, ja, sodemiet erop, vieze rukker. U begrijpt hoe opwindend dat was, hè? Juist, wel, hier het zwaard. Waar is het zwaard?
Je moet er wel oprecht een uitdaging geven. Voor mij is pacifist. Ik weet niet of het over dezelfde hebben. Oh, jawel, jawel. Oh, en aan mij had ze oprecht een bloedhekel. Ik heb het eigenlijk nooit los kunnen laten. Ik denk, eens komt de dag. Dan is Marianneke de mijne. Ja, hier is het zwaard. Ik ben er zelf nogal trots op. En toen las ik in de courant dat mijn Marianneke ging trouwen met een smid uit Ravenstein. Ik denk, nou, als ik nu een zwaard zou hebben, dan zou ik die vent dwars door midden hakken. Maar ja, ik had natuurlijk... Of, hé, hey, kijk nou wat. Yes, ja, hey. Hey! Ho, 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 hey. Mark. Hallo, daar zijn we. Erik, Mark, ja. Ja, ik vond het leuk. Ja, vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Ja, ik ben geen acteur, maar ik vond het ook redelijk. Ja, oké. Ik merkte wel dat de rol een beetje vanuit de smid was geschreven. Het stuk vanuit de smid was geschreven. Oh ja. Dus jij denkt, ik heb het voor mezelf leuk gemaakt. Zullen we het eens omdraaien? Ja. Dat ik het mannetje speel. Dan gaan we lachen. Ja! Welkom, werklui. Doet u mij maar 4 hoefijzers. Komt hij nou uit mijn toilet zetten? Ja, het was volledig geblokkeerd. De hele straat stond vol met beds, kon er niet door. Het toilet was nog open. Ja. Kunt u voor mij 2x2 hoefijzers van de prijs van 1 klaarmaken? Ja, daar komt eraan. Toon? Ja. Wacht even. Oh. Wil u nou 4 hoefijzers van de prijs van 2? Klopt, ja, uitstekend. Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Oh? Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Ik krijg er maar 1 gratis. Oh, nou weet u wat, ik heb niet zo heel veel tijd. Doet u er nu maar 2, kom ik morgen terug en dan nog 2. Wat dacht u daarvan? Prima. Paard. De knol. Het beestje. De paard. Het paard. Wat die lukt. Hè? Wat lukt die? Wat lukt die? Het paard. Wat is die ernst? Het petje. Ja? Ja, Erik, die gaat duren, jongen. Volgens mij had jij tekst. Ja, dat begrijp ik wel. Of zijn die hoefijzers boven de deur te hangen? Hey. Nee, ik wou zo over mijn linker schouder slingeren. Ja, jij bent er eentje. Jij weet je. Dus? Ja? Paard. Ik heb geen idee. Paard. Ik ga weer even verder als je het niet erg vindt. Nee, wacht even, dat was een grapje. Ik hoef ook geen hoefijzers. Okay. Ik kom hier voor een zwaard. Zwaard? Een zwaard? Ja. Is de oorlog uit? Niet dat ik weet, maar ik heb ruzie en ik moet binnenkort iemand overhoop steken. Ja, u heeft ruzie. Nou, dan heb ik slecht nieuws. Ik doe geen wapentuig. U doet geen wapentuig? Nee, ik ben pacifist. Ah, inderdaad. U kunt geen wapentuig maken dus. Ik kan het wel. Moet je kijken, daar hangt hier een diploma. Rijksdiploma Hoeksmid van de hogere LTS. Boven de deur. Dat kan natuurlijk iedereen in elkaar macrameën. Maar laat maar eens even zien dat u een goed zwaard kan smeden. Dat doe ik niet. U kunt het niet. Dat doe ik niet. Dat doet u niet. Ik doe het niet. U kunt het niet. Ik kan het wel. U kunt het wel. Ik kan het goed. U kunt het wel. Ik kan het beter. Ik kan beter dan Toon. Oh, nou laat maar zien. Oké dan. Grote uitzondering. Ik zou voor één keer, maar dat is een uitzondering, een zwaard smeden. Ja. Maar vertel niet tegen mijn vrouw, die is pacifist, als het hut, dan slaat ze mijn moord dood. Dus, U bent getrouwd. Ja, terug van de huwelijksreis. Paris. Of Egypte, Cairo, walk like an Egyptian. Nee, scheik. 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 Een weekje bij de moeder. Ja, mijn vrouw heeft nogal snel last van heimwee. Ja, leer mij Marianne kennen. Kennen. Ik zat achterin, hè, in de lagere school. Zij zat voorin, we kwamen elkaar weinig tegen. Oh, jij kwam ook uit Skype. Ja, ik zag tegelijk, hè. Ze had van die prachtige, dikke vlechten die als kabeltouwen over de brede schouders vielen. En dan dat parelwitte... Paardengebit, is ze nog steeds. Is ze nog steeds. Ja, als de pestkoppen, die gingen dan altijd nadoen. Hè. Dan kwam jij voorbij met die grote boekentassen. Dat doet ze nog steeds. Ja, ondanks de min 14 aan beide ogen. Hè. Maar daar kwamen ze mee, hè. Daar kwamen ze mee. Dan moet je niet aan Marianne komen, dat zei ik dan. Nee.
Waren jij een beetje verliefd op... Verliefd? Oh, verliefd. Ik was geobsedeerd. Iedere avond stond ik onder haar raam serenades te zingen tot haar vader de volle postpit over mijn kop kwam gooien. Ja, ja, ja. Het is een moeilijke rol, hè? Ja, ja. Had die beheer, maar die paardenrol is inmiddels dood. Ja, en later, hè, dan zat ik in de bosjes verborgen. En dan zag ik Marianne zwemmen in de plassen bij Herperduin. God, wat een goddelijk lichaam heeft Marianne. Ze heeft van alles genoeg en meer. Ja, ja. Soms dan kwam ik uit de bosjes en dan vroeg ik aan Marianne. Zei hij, mag ik voor jou dat natte badpak uitwringen? En dan zei ze, nee, ga weg, lelijke trol. Daar stond ze me uit te schelden. Weg, ga vieze rukker. Nou, je kunt nagaan hoe opwind dat was voor mij. Zeg, hebben we het over dezelfde Marianne? Want die van mij is pacifist, hoor. Ik weet niet of je daar... Ja, je moet wel een uitdaging geven, hè? Ja, ja. En mij had ze oprecht... Zeg, toen hebben we het... Een pesthekel. Daarom kon ik het nooit loslaten. Eens komt er een dag en dan wordt Marianne de mijne. Dat dacht ik. Goed, het zwaard is klaar. En toen las ik in de courant dat Marianne uit Schaik ging trouwen met een smid uit Ravenstein. Het is goed gelukt, hoor. En ik dacht bij mezelf, en ik zei tegen mezelf, als ik een zwaard zou hebben, dan zou ik die smid zijn kop van zijn romp slaan. Wacht even. Ik heb geen zwaard. Maar wacht even, maar... Ik voel beter tot nu toe. Ja, voor ik voel beter. Ja, voel beter. Maar ik mis nog wel iets. Ik mis nog iets, iets groots. Iets goeds. Iets meeslimmends. Opera. Winfried. Meneer Verdi. Oh, Verdi? Ja, 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 ja. Nou, kijk, wat bij opera hoort en wat mensen mooi vinden, dat is een zelfmoord. Een zelfmoord? Ja, ja. Ja, ja, dat jij een beetje zelfmoord hier gaat plegen. Ja, of jij. Ik mag ook. Oh, ik mag ook. Ja, dat mag. Nou, dat is, of zullen we Toon misschien vragen? Of nou, je ja, zeg het maar hoor. Nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Nee. Maar ik heb voor jou ook iets. Ik heb namelijk bij de, voor het geval dat onze samenwerking toch niet helemaal goed zou lopen, heb ik een emmer bloed gehaald. Varkensbloed. Ja. Bij slagerij Schoenmakers. Serieus? En dat is dan mooi, als dan de executie plaatsvindt, dan kunnen we dat bloed zo bof in het publiek gooien. Oh ja, 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 ja. Kijk, nou heb ik iets. Ja, ja, ja. Vinden ze mooi? Dat vind, nee, maar ik ook. Stukje betrokkenheid. Stukje betrokkenheid. Nee, maar dit vind ik leuk. Ja, dat mag jij dan doen. Ja, oké. Okay. Ja, prima. Dan doe jij dat. Ik kan niet wachten. En dan is er nog muziek. Muziek? Wagner. Wagner? Groots misleven. Oké, oké. Piet van Hollander. Ja. Tegenlicht. Tegenlicht, hebben we dat? Ja, we hebben hier een lampje staan. Toon, kan nog een beetje oppoken. Ja. Ja, die kunnen we gebruiken. En dan hebben we de executie natuurlijk. Kop eraf. Ja. Bloed in het publiek. Ja, ja, mooi. Ja. Geschokt reageren. Ja, nee, maar dat lukt dan wel, denk ik. Dat lukt dan wel. Of nou, misschien moeten we dat toch even oefenen. Geschokt reageren. Geschokt reageren. Oké, 1, 2, 3. Geschokt reageren. Uitstekend. Nou, dat is goed. En dan staan ovatie. Dat hebben ze erachter al in de gaten. Gaan we doen. En dan hiervoor nog. We zijn er klaar voor. Even kijken. Hoe ging het ook alweer? Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja. Muziek! Hap, hap. Ik hoor niet. Muziek! Ja, daar is ie. Muziek! Hier nog. Tegenlicht! Executie! Nog even spijt! Ja. Woede! Berusting! Ja, ja, ja. Ja. Oké! Okay. Kom er nog! Ja! Executie! Ja. Bloed! Bloed! Ja. Staande ovatie! Beste kijkers, ik sta hier op bedrijventerrein De Bulk bij autobedrijf Van Zochel, wat per 1 januari een nieuwe eigenaar krijgt, Leon van Zummeren. Ik ga een kijkje nemen. Goedemorgen Leon, je bent druk bezig, zie ik. Heb je even tijd voor ons? Jazeker, zeker. Ja. Leon, jij gaat dit autobedrijf overnemen. Vertel eens, wie ben je?
Ik ben Leo Zummeren, ik ben 34 jaar oud. Ik kom uit Herpen en ik ben al denk ik 20 jaar actief in de autowereld. Daar begin je dan mee als hobby en je gaat aan de studie volgen? Of? Nou, ik begon met vakantiewerk en daarna ben ik gewoon ingerold. En nou krijg ik deze kans om het over te nemen. Ja, wanneer ga je het overnemen? 1 januari 2020. We zijn bij automobielbedrijf Van Sochel. Blijft dit zo? De naam Van Sochel blijft gewoon behouden, omdat het wel bekend is in de omgeving. Dus het wordt autobedrijf Van Sochel. Je neemt het over. Neem je ook mensen over hier? Ja, we hebben één personeelslid erbij en die blijft gewoon bij mij werken. En misschien in de toekomst nog iemand erbij. Maar ik ga het eerst eens even bekijken hoe het zo allemaal loopt en alles op de rit krijgen. Mm-hmm. En dan zien we wel verder. Ja. Je bent bekend, de klanten hebben een vertrouwd gezicht. Gaat er nog dingen veranderen? Nee, de service blijft gewoon hetzelfde. Er staat bij ons hoog in het verhandelservice. En het blijft eigenlijk gewoon hetzelfde, alleen we gaan cursussen doen, we gaan het gewoon wel allemaal moderniseren. Gewoon aangezien de toekomst ook gewoon, het verandert snel de autowereld. Ja, want wat kun je hier allemaal, wat voor klanten krijg je, wat voor auto's krijg je hier? We krijgen auto's van een jaar oud, we krijgen auto's van 20 jaar oud, we krijgen auto's van 40 jaar oud. Elektrische auto's krijgen we al, we krijgen echt gewoon heel divers. En je kunt, wat kun je? We hebben uitlaatapparatuur, twee verschillende uitlaatapparatuur, altijd up-to-date. We hebben een technisch center achter ons voor technische data, een helpdesk hebben, dus we kunnen heel veel. Eigenlijk kun je alle merken auto's dan? We kunnen alle merken auto's, ja, inderdaad. Verkoop je ook auto's? Ja, we hebben ook de verkoop, die staan bij ons voor het pand allemaal. En dat blijft toch gewoon doorgaan. Maar dat zijn tweedehands auto's, denk ik? Tweedehands auto's, ja. Meestal hebben wij nieuwere auto's van 5 jaar oud, jaar oud. Mm. Ja, en soms als we inruiler hebben, zijn ze misschien wel ouder. Maar we hebben van alles. Ja. Je koopt ook tweedehands auto's op? Wij kopen tweedehands auto's op. En die maken we helemaal schoon en maken we helemaal weer klaar voor de nieuwe klant. Ja. APK-keuringen? Alles. Wasstraat hebben we, APK, onderhoud, airco, glas, reparatie. Alles. Alles wat met de auto te maken heeft, doen we. Hoe kunnen mensen je vinden? Op internet. www.autobedrijfvanzochel.nl in de bladen, we adverteren. En ja, we zijn bekend hier in de omgeving, dus de mensen weten ons wel te vinden. Ja. Leon, ze kunnen je vinden op internet, maar waar zit je eigenlijk precies? Ik zit op industrieterrein De Bulk, dat is Ravenstein, net ja. Ravenstein. Het is heel makkelijk te bereiken van alle kanten, Overlangel, en is ook onze grootste klantenkring, Overlangel, Herpen, Ravenstein. Ja. Ja, daar rayon eigenlijk. Ja. Kun je nog nieuwe klanten gebruiken? Altijd. Iedereen is welkom. Ja. Via een telefonische afspraak dan, denk ik? Telefonische afspraak. Kunnen bellen. Is 0486 41 25 70. Mijn mobiele nummer staat op internet. Liefst gewoon op de garage. En als iemand met pech staat, ja, bel gerust. We hebben een autoambulance, we hebben een servicewagen. Dus we komen hem ophalen. Ja. Je zei net, je hebt ook een wasstraat. Kun je daar altijd terecht? Nee, je kunt alleen met openingstijden terecht. Dus van maandag tot met vrijdag van 8 tot 5:30. En zaterdag van 9 tot 1. En niet-klanten kunnen ook gewoon in de wasstraat terecht? Niet-klanten kunnen gewoon in de wasstraat. Komt hier binnen een kaartje halen. Wij maken de auto van tevoren, spuiten hem even af. De wielen even netjes schoonmaken. En dan doet de wasstraat de rest. Oké. Okay. Nou, klinkt goed. We mogen een kijkje nemen in de werkplaats. We mogen een kijkje nemen in de werkplaats. Nou, ja, gaan we dat doen? Ja, dat is goed. We zijn hier in de werkplaats en er staat hier een auto op de brug, geloof ik, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik heb helemaal geen verstand van auto's.
Wat ga je eraan doen? Deze auto moet af elkaar gekeurd worden. Die moet om het jaar gekeurd worden en die staat hier voor de keuring. Ja, nou. Ga je gang, zou ik zeggen. Ja, nou, dat is goed. Ja, ik ga naar opliften om de wielen te kijken of ze vrij rondlopen, de kogeltjes en van alles. Ik ben nog even aan het uitschuiven om goed onder de blokken te krijgen. En dan wordt hij opgetild. Ja, je moet zo'n APK-brug moet je hebben, want anders kun je niet keuren. Er zijn bepaalde bruggen die zijn ervoor goed gekeurd. Nou, ga jij aan het keuren en dan kan er straks een keurmeester langskomen? Of ik kan een steekproef krijgen. Als ik hem afmeld, dan kan ik een steekproef krijgen. En die gaat mij controleren of ik mijn werk goed gedaan heb. Ja. En als ik dat niet goed gedaan heb, dan krijg je strafpunten. Ja. Krijg strafpunten. Ja. Je meldt hem af en dan kun je meteen zien of je een steekproef... Meteen. Ja. Meteen. Ja, en dan mag ik ook niet meer aan werken. Want als ik aan werk tot hier komt, dan heb ik echt een dik vet probleem. Dan ga ik de kogels controleren of spelen. En als er te veel speling op zit, dan moet ik hem afkeuren of een adviescode opgeven dat hij vervangen moet worden. En ik ga nog veel wat het is. En we kijken ook gelijk of de uitlaatgas dicht is, de aandrijfas moet heel zijn, van alles. Ja, dan moet de auto bij ongeveer een half uurtje mee bezig om hem te keuren. Ik zie daar een computerscherm aan de kant aan de muur hangen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dan remmen we erop en dan zien we op dat beeldscherm daar hoeveel remverschil die heeft. En dat mag ook niet te veel zijn voor de APK en hoe hard die remt. Dus zoals ze redden, mensen komen hier aan, die rijden de auto erin tot het rode stoplampje gaat branden. Wordt het groene pijltje wordt een rode stoplamp. En dan loop je naar binnen toe en dan kun je vier verschillende programma's kiezen. Van 6 euro tot 12,5 euro. En 12,5 euro, ja, dat is het beste. Ja, en dan heb je helemaal... Dan heb je helemaal spik en span weer, ja. Dat zijn alle verkoopauto's voor de verkoop. Ja. Het is niet zo mooi weer vandaag, maar ja. Nee, dat valt een beetje tegen. Ja, dat dus valt een beetje tegen. Maar gauw naar binnen vandaag. Dat is goed. Achter op het terrein bevindt zich alle reparatie. Nou, aan de plaats hebben we soms hard zat nodig. Gelukkig maar. Ja. Gelukkig maar. Ik denk dat je al heel veel uren maakt hier, Leon. Maar als je voor je eigen gaat beginnen, zal dat misschien nog meer worden. Heeft dat consequenties voor je? Nee. We werken al heel veel. En goed, ik heb ook een gezin, dus daar moet ik ook wel tijd voor maken. Daarom heb ik ook besloten om hierbij gaan te wonen. Dan ben ik altijd dicht bij huis en dan kan ik het mooie mix van maken. Kun je tussendoor even koffie drinken thuis? Juist, dan kan ik een keer het luie verschonen en dan kan ik weer aan het werk. Ja. Oké, nou... Je bent druk bezig, we houden je niet langer op. Heel hartelijk dank voor het interview. Ja, niks te danken. Wens je heel veel succes met je nieuwe bedrijf. En wellicht komen we elkaar in de toekomst nog een keertje tegen. Wellicht. Als je iets nieuws hebt of helemaal goed. Je kunt altijd bij ons terecht. Ja, dat is helemaal goed. Dank je wel. Dank je wel. Tot ons via schilderijen, prenten, tekeningen en wat dies meer zijn. En dat zijn allemaal momentopnamen. We moeten er zelf een verhaal van maken, we moeten ons een beeld bij vormen wat we zien. Als we zien hoe Johan van Oldenbarneveld onthoofd werd op een schavot in Den Haag, onthoofd door Calvinisten overigens, dan maken we er zelf een verhaal mee. Waarom zou dat zo zijn? Dan lezen we dat door een boek van Ben Knaven bijvoorbeeld. En als we zien hoe, ook in Den Haag, het Calvinistisch volk, de gebroeders de Wit, foltert, ontdoet van hun ingewanden, het ophangt aan een wipgalg. Als je dat ziet,
Dan denk je, hé, hey, wat zou er allemaal gebeurd zijn? Dan heb je dus een verhaal nodig om dat te kunnen plaatsen, deze momenten. Momenten zijn, het zijn de opnames van een historische gebeurtenis. En wij zijn hier vandaag dus op zoek naar verhalen. Verhalen, want wij hebben ook nog monumenten, momenten, wij hebben beelden in Ravenstein. Van een kerk, de Lucia-kerk. We hebben beelden van een kasteel, waar heersers vele jaren hebben huisgehouden. En wij zoeken daar verhalen bij. Verhalen bij een kasteel, verhalen bij een kerk. En die verhalen hadden wij niet. We hebben zelfs heel weinig beelden. Maar nu, sinds kort, hebben wij die verhalen. Verhalen die u, als u zult lezen, met tranen in de ogen zult lezen waarschijnlijk, zoals mij overkomen is, want ik heb stiekem, heel stiekem, het boek al gelezen. Heel stiekem, ik schaam wat ik het gedaan heb, maar het lag bij mij in het arsenaal. Dan heb ik het uitgehaald, stiekem, en gelezen. Want ik denk, ik moet vol overtuiging, ik moet bewogen kunnen spreken over wat er vandaag gaat gebeuren. De introductie, de presentatie van een boek dat voor Ravenstein van onschatbare waarde is. Mijn naam is Martijn van Maurik, voor de goede orde. Anno 1943. Ik sta hier, anno 2019, om een boekpresentatie aan te kondigen. Een boekpresentatie kondig ik aan als voorzitter van het Loterijfonds. Anno 1729. Bedenk wel, anno 1729. Het Loterijfonds. Verantwoordelijk voor de bouw van de Luciakerk. De Domus Dei, die hier in deze literaire annuele jaarverslagen zo'n enorm belangrijke rol speelt. We hebben dus nu, we hebben de kerk als centrale punt, maar we hebben nu ook de verhalen. Tom Gertel geeft, presenteert het boek, niet ik, en ik geef hem heel graag het woord. Dank u wel. Wel, dankjewel Marjan voor deze gloeiende woorden uitgebrachte inleiding. Ik ga het zo idee dat ik eigenlijk maar niks moet vertellen aan dit aangekondigde woord. Maar goed, ik ga toch beginnen. En ik moet zeggen, ik is voor mij een eervolle taak om namens alle auteurs van dit boek aan u te mogen uitleggen hoe dit boek is ontstaan en een aantal belevenissen daar rondomheen. Ook wij hebben al heel stiekem kunnen lezen in het boek en hebben zo hele mooie verhalen gevonden bij de bekende plaatjes van Ravenstein. 1686. Wij hebben met twee priesters naar beste kunnen voor deze missie gezorgd in grote onderlinge eenheid en broederlijke liefde. Zonder ijverzucht, verstandig ook, werkend in de parochie met aandacht voor de mensen erbuiten. Dit droeg veel bij tot een rijkere oogst, tot het sussen van langdurige ruzies tussen mensen van buiten en het bijleggen van oneenigheden. Vandaar dat bij de biechtelingen van beiderlei kunnen een uitzonderlijk vertrouwen is ontstaan en een veilige toegang is voor ieder afzonderlijk tot de eigen biechtvader. Daarom ook zijn de haatgevoelens van mensen die ruzie met elkaar hebben met meer succes verminderd. Met ernst hebben wij de sacramenten toegediend aan de inwoners van de stad en aan de plattelanders, met name de gelovigen aan de andere kant van de Maas in het dorpje Niftrik. Nu eindelijk houden ze op de bediening aldaar die is toevertrouwd aan onze parochiepriester te verstoren. Goedenavond meneer Kripnau, we zitten hier heel gezellig in de molen, want uw boek wordt gepresenteerd. Nu heb ik me afgevraagd, van origine bent u chemicus? Ja. En u heeft een boek geschreven over de kerkgeschiedenis. Hoe bent u daartoe gekomen? Nou, in de eerste plaats even, u zegt het is mijn boek, u heeft geschreven. Ik heb het met 5 auteurs samen geschreven, ja. Dat is één ding. Ik ben er wel mee begonnen. En het is eigenlijk ontstaan doordat ik jaren geleden lid ben geworden van de Provers Club Oss-Maasland. En de Provers Club, dat is een club van professional businessmen, Probus. En die komen een aantal keer per maand bij elkaar, 1 keer per 14 dagen, voor een borreltje, een praatje, een lunch en een lezing of een excursie. En met die club
organiseren we af en toe ook excursies. En één excursie ging naar Avenstein. En we werden daardoor het oude stadje rondgelopen. In die tijd was de Luciakerk nog open. En het eindpunt van de wandeling was natuurlijk altijd de Luciakerk en de bezichtiging. En toen hadden wij als gids van de Heemkundekring Wout Heesen. En die deed de deur van de kerk voor ons open. En die zei, heren, we hebben hier in Ravensteinen in onze Luciakerk iets wat jullie niet weten. Wisten ja, natuurlijk niet. Wat zal dat zijn? Zij liepen naar binnen, naar het rechtse zijaltaar. En daar, zei Wout Heesen, staat een reliquie van de heilige Probus. Nou, het heeft natuurlijk niks met elkaar te maken. Maar die naamgelijkheid, die viel natuurlijk direct op. En, het ja, maakte iets in u wakker? Nou ja, ik ben nogal een nieuwsgierig persoon. En ik hou van historie. Ik ben katholiek en ook chemicus. En ja, weet dus dingen te analyseren. En ik kwam thuis en ik dacht, heilige Probus, heb ik nog nooit van gehoord. En heeft hij eigenlijk wel bestaan? Ja. En zo ja, hoe komt het dan eens aan een bordje van hem in het kerkje in Ravenstein terecht? En zo is het in 2006 begonnen. En nu is het 2019. Dat onderzoek heeft zich die hele tijd, ja, niet elke dag natuurlijk, nee, maar wel voortgestrekt. Ja. Want er zijn meer dan 100 jaarverslagen. Hè? Vanaf 1643 begon dat zo ongeveer, toen de Spanjaarden hier in de buurt ook allemaal lagen, tot 1772. En Ravenstein was eigenlijk een katholieke enclave, hè? Ja. Want het land van Ravenstein, dat werd bestuurd door Duitse keurvorsten. Ja. En waar heeft u die verslagen eigenlijk gevonden? Want u was op zoek naar Probus. Ik was eigenlijk op zoek naar het reliquie van Probus. Ja. En ik ben toen eerst in het archief van de parochie gaan kijken. Nou, toen dacht ik, ja, Jezuïeten in Ravenstein. Ik wist helemaal niet dat daar Jezuïeten waren. En misschien moet ik wel in het archief van de Jezuïeten zijn om meer te vinden van die Probus. Maar ik kwam tijdens die zoektocht ook twee grote folioformaat boeken tegen. Ene, de annalen van het gymnasium. En de andere, de Litterae Annuae Parochiae Ravensteiniani, van 1643 tot 1772. En toen dacht ik, nou, daar moet ik in gaan zoeken rond die periode waar het reliquie gekomen zou moeten zijn. Ja, nou, weer was het zo dat er van Probus eigenlijk niks te vinden is. Maar ik had al het idee, ik moet van die hele speurtocht een boek gaan maken. En van dat boek zou een hoofdstuk een vertaling van deze Litterae kunnen zijn. En toen bleek al gauw dat eigenlijk die Litterae op zich veel te belangrijk waren. Dus toen hebben we gezegd, nou, dan komen er misschien twee boeken. In ieder geval het eerste wordt dan de vertaling van die Litterae. Nu heb ik begrepen dat die teksten in oud-Latijn zijn geschreven. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk om te lezen. Heeft u die teksten zelf kunnen vertalen en duiden? Of heeft u daar hulp van gehad? Oud-Latijn is meer kerk-Latijn-achtig, ja, dus het valt nog mee. Ik zelf heb gymnasium gehad, dus ik kon wel ontcijferen wat er stond. En ik kon ook voldoende lezen dat ik enerzijds zag, er staat niks van Probus in. En anderzijds dat er wel allemaal leuke historische dingen in stonden. En toen het idee dus kwam om dat echt als boete gaan uitgeven, dacht ik, ja, daar waag ik me niet aan. Toen heb ik uiteindelijk op de Grex nieuwsite, de Grex nieuwsbrief op internet, de advertentie gezet. Toen meldde zich op 1 april... Geen grapje. Leeuwen Nellissen uit Tilburg, een leraar klassieke. Uitgerekend 2 april meldde zich onzeker Pim Boer, oud-rector van het gymnasium in Dordrecht. En die zei, ja Tom, ik heb het jouw verhaal gezien en ik wil er eventueel best aan meedoen. Dus had ik in 2 vertalers. Heeft u nog verder plannen voor een volgend boek? Maar ik ga eerst even ademhalen na dit afgemaakt hebben. Ja, inderdaad. Nou is de titel van uw boek Martiaal en Theatraal, de Jezuïeten in Ravenstein. Hoe bent u aan die titel gekomen? Want die is wel heel mooi, moet ik zeggen. Nou, die titel is erg van Charles Caspers. En die zei, nou, Tom, weet dat je goud in handen hebt. Want zo'n aaneengesloten periode van bijna 120 jaar, dat komt niet veel voor. Ja. En hij heeft die titel Martiaal en Theatraal. Ja, omdat u ziet, waren natuurlijk Martiaal, ja, en Theatraal. Nog even een praktische vraag. Waar is het boek te koop? Het boek is te koop bij de Stichting Loterijfonds. Het is te koop gewoon in de boekhandel. Bij de Rijks en Ja, daar komt het ook. Okay. En je kunt het op internet bestellen bij de Valkhofpers. Mag ik u hartelijk danken voor dit interview en heel veel succes met het boek. 1649.
We leven zoals in voorgaande jaren van de opbrengst vanuit de parochie en van de welwillendheid van onze doorluchtige vorst Philips Willem. In deze missie zijn er twee priesters met een jongen in huis. Er is niets gebeurd wat er in de andere jaren ook niet gebeurd is, behalve het volgende. Twee vrouwen in zware baresnood hebben een stukje van de kraag van de toog van onze heilige vader Ignatius ontvangen en opgedaan. Met succes hebben ze hun kroost op de wereld gezet. Intussen gaan wij door met de gewone uitvoering van preken, catechismes en huisbezoeken en beschermen we de katholieken. Dit waren de uitzendingen van afgelopen week. Ook volgende week hebben wij weer volop nieuwe uitzendingen voor u. Deze zijn onder andere terug te zien op onze website of tijdens het weekoverzicht. Wij danken u hartelijk voor het kijken, wensen u een fijn weekend toe en zien u graag terug bij Omroep Walraven. Tot ziens!